eerste staat. Wat een mooie stad is dat, denk ik. Maar vol gas, kom ik los en ragen met die jongen. De tweede plek. Die krijgt daar veel, veel zand om zijn kop. Werner Dinkema. En Werner Dinkema, die zat daar in de eerste hit, zat in de mooie rij van de tweede. Hoe dan die daar de mooie komt, dat weet je mee. Hij zit hier op de tweede plaats. Geluk met de pluimersmachine. Een CBR 100 600. En Bunky heeft dezelfde motor erop. Nummer 17. Dat is Adam Schoten. En heel zachtjes vriest Bekema. Vriest de aansluiting. Maar hoe komt dit? Wat is er nu aan de hand? Krijgt hij daar een technisch probleem? Ga die zich even uit. Patricia Schmeet. En dan gaat hij. Mooi zichtend. Gaat hij daar de baan op? Gerjan Beuk. Gerben Bekema. Vier strijders hebben we nu nog in de mars. En wie gaat hier dan nog meer punten halen? Adelaar Schoten. Of is het 66? Patricia Schuurs. We doen het niet eens. En we merken dat Bekema steeds meer trein verliest. Kijk om. Wat er aan de hand is, weet ik niet. Maar er is een ernstige storing. Gerjan Beuk, de kraanmachinist. Die zijn met de jongen uit school. Graag de volgers, draait die worden om. En bij Bekema zijn de toeren eruit. Groot technisch malheur heeft die man die onder zijn onderaan. Komt Bekema toch een klein minuutje weer bij. Die gaat toch weer snelheid opwekken. Gerjan Beuk. 3 jaar heeft hij al ervaring. En rijdt nu de sterren van de hemel. De laatste ronde zal nu ingaan voor 17 jaar is die jong. En kijk hoe hij rijdt, hoe trots, hoe blij dat hij nu is. Dat hij nu daar de leiding heeft. En daar is hij, de man die de punten meeneemt. En hoe blij kun je zijn? Zo blij kun je zijn! Vol trots gaat hij naar zijn renningskwartier terug. Gerben Bekema.
En hier komt Patricia Schuurs. Kom binnen rijden.